Hartelijk welkom bij het Huis van Interieur. Mijn naam is Johan Bos. Ik ben in 2010 hier begonnen met mijn keukenzaak. En kort daarop ben ik in contact gekomen met Marco Lohman. En zijn we samen hier begonnen. En een paar jaar later Erik Noording erbij. En dat heeft nu uitgemond in Huis van Interieur. Ik ben Erik Noording. Ik ben raamdecoratiespecialist binnen het Huis van het Interieur. Maar dat is wat nieuws, hè? Dat jullie het samen gaan doen. Ja, dat is eigenlijk een concept, zeg maar, wat we gezamenlijk doen om toch voor de klant toch een mooi product te maken, zeg maar, dat alles op elkaar aansluit. Nou ja, in totale oplossingen die wij bieden, hè, dus zowel in het ontwerp, de materialen, de uitvoering, maar ook bijvoorbeeld in een gecoördineerde aanpak. Dus naast dat we hier dus, zeg maar, alles bij elkaar ontwerpen, ook in de uitvoering wordt alles op elkaar afgestemd. We maken ook voor klanten totale planningen, waarbij we dus van sloop tot afbouw alles voor de klant regelen. Ik ben van de afdeling vloeren, dus ik verzorg hier de vloeren, zeg maar, vanaf de stoffering tot aan de houten vloerenpakket, laminaat, PVC, dat hele verhaal wat we hier in het Huis van Interieur hebben. Het is best uniek, denk ik, en niet alleen in Haaksbergen, maar ook wat wijdere omgeving. Dus dat merken we ook. We komen mensen vanuit de omgeving, vanuit Haaksbergen, komen hier naartoe. Enthousiaste klanten krijgen we daardoor. Vaak is niet alleen een vloer wat ze uitzoeken, ze zijn met huis bezig. En in het Huis van Interieur hebben we dus het totale plaatje van, nou ja, goed, vanaf de keuken tot de raambekleding en de vloeren. Dus je kunt het hele pakketje bij elkaar zien. Echt zo'n mooie combinaties maken waarbij je past en wat ook niet als een verrassing uitvalt. Ja, dat deden we eigenlijk al een aantal jaren, maar dat is eigenlijk gegroeid, zeg maar. We willen eigenlijk een mooi product voor de mensen naar buiten inbrengen, zeg maar. Om toch een mooi plaatje te maken zodat de klant tevreden is. Het zijn 4 afzonderlijke bedrijven en dat zijn we eigenlijk nog steeds. En in het Huis van Interieur komt het eigenlijk samen. Dus een stukje marketing technisch is dat eigenlijk opgezet om veel beter naar de klant toe duidelijk te maken wat we allemaal kunnen. We wisten het zelf wel, maar goed, de klant moet het ook allemaal weten. Dus, en daarom hebben we Huis van Interieur opgericht. Dat merken we ook. We komen mensen vanuit de omgeving, vanuit Haaksbergen, komen hier naartoe. Enthousiaste klanten krijgen we daardoor.